Maar zij heeft echt zwaar een lievelingskant. Zwaar. Kijk. Nou, dit is dit. Nu gaat dat niet even snel. Even snel kan je gewoon echt beter uit je woordenboek halen. En daarom maakt dit het zo makkelijk. Want anders zit alles onder. En weet ik het allemaal. Want dit zijn namelijk eetdingetjes. Bordjes. Die aan de eetstoel of tafel zelf vast blijven zitten. Dus ik dacht, oké, ga ik dit doen? Ik voelde me toch een beetje een soort van schuldig of zo. Ik weet niet. Nou, zoals jullie zien, gaat hij niet dicht. Oké, we hebben inmiddels een private dinner hier al. Dus jullie kunnen gaan houden. Een hele goede morgen, lieve mensen. Welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag. En mijn moekie ligt lekker te slapen. Ik ga hem nu alleen wel een beetje een soort van wakker maken. Want ik ben al helemaal gedressed. Kijk, ik heb mijn nieuwe spijkerjasje aan van de Zara. En ik heb dat oversized t-shirt jurkje aan van de H&M. Dan heb ik hieronder wel een broekje aan, een wielrenbroekje. En dan ga ik mijn laarsjes eronder aan doen. Dus ik loop nu op sokken. En dan ga ik naar de baby jungle toe. Want de ISOFIX ding is klaar voor in die auto te installeren voor die Cybags. Voor de, zeg maar, ja, je noemt het altijd standaard maxi cozy. Want dan weet iedereen wel wat ik bedoel. Maar ik heb dan van het Cybags. En heb je een ISOFIX. De BZ volgens mij. BZ. En die kan je dan gewoon zeg maar gebruiken voor nu. En ook voor later als zij iets groter is voor die andere stoel. Die kan er ook op geklikt worden. Van Cybags. Dus dan. Want op een gegeven moment moet je veranderen van stoel. Want dan worden ze te groot voor deze. Zoiets is mij uitgelegd. Dus het zal allemaal wel. Dus dan ga ik ophalen. En dan ga ik even gelijk even de auto wassen. Dus ik ga nu even die kleine aankleden. En dan voortmaken. En dit is dus top. Want kijk. Oh ja mensen. Ik meen echt. In mijn vorige video staat als titel. Ritme zoeken met de baby. Nou, ik merkte al gelijk dat ik best wel veel reacties kreeg van moeders. Luister Bo. Een ritme zoeken. Dat gaat nog heel lang duren. Dat gaat echt niet gelijk gebeuren. Dat klopt echt helemaal. Want dan denk ik. Hey, 2 dagen heeft ze heel goed geslapen. Dit gaat helemaal top. En ineens de volgende dag is het echt een dramanacht. Die zitten er dus bij mij ook tussen. En vannacht was het weer fantastisch. Ik gaf de laatste fles om 11:30. Ze kwam om 17:30. Maar ik ga ook gewoon stuk. Want dan, ik slaap heel erg op haar, toch? Dus dan word ik om 3 uur wakker. Denk ik, nou, ligt ze nog te slapen? En dan kijk ik steeds op mijn horloge. Denk ik, nou, ze ligt nog te slapen. En op een gegeven moment om 17:30 werd ze een beetje wakker. En toen daarna pas weer om 9:30. Dus dat vond ik echt geweldig. En wat nu ook gewoon aan top is. Wat vandaag top is. Want zij bepaalt mijn dag. Serieus mensen. Zij bepaalt echt mijn dag. Nu heb ik me echt helemaal lekker klaar kunnen maken. Want dan leg ik er dus om 9:30 in de box. En dan kan ik gewoon lekker helemaal douchen alles. En ze wordt dus nu toevallig dan niet wakker. En dat is gewoon fantastisch. Ik heb nu trouwens wel die Domo kussen. Ik heb die Sleepy Head. Ik had dat ding even gewassen. Maar zij heeft echt zwaar een lievelingskant. Zwaar. Ze kijkt altijd het liefst naar. Ik heb altijd dyslexie rechts, links. Ze kijkt altijd het liefst naar rechts. Dus Kelly had ik gisteren aan de lijst. Ze zegt, Bo, je moet dat Domo kussen. Vroeger had je helemaal geen Sleepy Head toen Mason nog jong was. Toen had zij altijd zo'n Domo kussen in een, ja, hoe noem je dat, opmaakding van de wieg. Kijk, en dan wordt het dus zo. En dan kan ze zeg maar geen lievelingskant kiezen. Maar moet ik je zeggen dat mijn baby best sterk is en ook echt gaat lopen. Want dat doe ik in dat ding. En dan wordt ze dus gek, want ze wil echt naar rechts kijken. Ze gaat ze tegen stribbelen, jongen. Dan hoor ik er echt kutviolen. Maar uiteindelijk gaat het dan wel goed. Dus nu heeft ze gewoon een beetje zo'n. Ja, nu kijkt ze zeg maar gewoon omhoog. Ze slaapt omhoog. Goed, Oké, ik ga nu even vaart maken.
Voordat het allemaal te klein gaat worden. Ik dacht, ik doe maar weer even een keer een schattig pakje aan. Want ik heb zoveel en ik heb het liefst alleen maar die pyjamaatjes aan bij haar. Maar kijk nou hoe schattig. Weer een keer roze. Een beetje weer tutti frutti. Zo, en voordat je weet ben je 2 uur verder. Ik zit nu voor het eerst alleen met haar in de auto, met Jules. Ik moest steeds van Jeffrey achterin bij de zitten. Terwijl ze gewoon vast zit, alleen dan met gordels. Maar hij vindt het helemaal niks. Dus hij vindt het ook helemaal niks dat ik nu met haar alleen in de auto zit. Want hij wil echt dat ik naast haar zit. Maar ja, het kon echt even niet anders. Want ik moet toch echt die auto's erop halen. Oh, dit doe ik heel dom. Ik had beter zo kunnen rijden. Ik ga even keren. Maar dit gaat allemaal goed hoor, mensen. Maar Jeffrey is wel schattig. Hij is heel voorzichtig met haar. Logisch natuurlijk. Ik ook. Maar ik denk dat Jeff het nog wel veel erger heeft. Echt grappig dan, hè? Zou je denken dat moeders dat erger hebben als vaders. Maar je hoort wel vaak dat papa's echt gewoon eigenlijk nog wel bezorgder en voorzichtiger zijn dan, hè? Ik bijvoorbeeld, ik ben ook gewoon wel iets hardhandiger met aankleden. En hij, echt schattig. Hij is echt zo voorzichtig. Oh, hij is zo lief. Was hij maar voor mij zo lief. Oké. Nou, dit is dit. Nu ben ik benieuwd. Thomas heeft het voor mij erin gezet. Gaan we eens even die stoel erin zetten. Ik heb ook nog een cadeautje van ze gehad, super lief. Oké, mensen. Nou, die stoel die zit erin. Het is echt top. Je klikt gewoon heel makkelijk de dingen in. Je kan ermee toedraaien, alles. En hij heeft speciaal voor Jeffrey, heeft Thomas een spiegeltje erin gezet. Zodat Jeffrey goed zijn dochter in de gaten kan houden. En dat ik gewoon weer normaal voorin kan zitten naast mijn vriend. Want mijn vriend leek net een taxichauffeur. Dus dit is helemaal top. Over 1 minuut gaat het consultatie. Het is echt een woord dat ik niet kan uitspreken. Die gaat mij bellen. Intake hebben we. Dus ik ben benieuwd. En dan moet ik denk ik over 2 weken voor het eerst met haar daarheen. En dan wordt alles gecontroleerd. Wordt mijn dochter gecontroleerd. Of alles goed gaat. Alles gaat perfectos. Oké, net het consultatiebureau gesproken. 13 augustus heb ik mijn eerste afspraak met... Jij schatje. Jij hebt je eerste afspraakje of mama alles goed heeft gedaan. En papa natuurlijk. Maar ik ben er wel eigenlijk wel... Ik vertrouw op alles, het gevoel. En alles wat ik doe met je samen. En volgens mij gaat het allemaal goed, dus... Ja, ik ga nu trouwens wel even, ik moet even tot de post, maar ik ga wel heel even nu hier voor de zekerheid Inflacol kopen. Toch dat ik het in huis heb, stel ze gaat straks wel krampjes krijgen of zo, want ja, ik wil dat wel gewoon in huis hebben, dus dat ga ik even snel halen. I'm gonna do that right now. Oh, ik heb trouwens ook bij de Baby Jungle heb ik ook even nog zo'n klein Difrax flesje gehaald. Ik moest sowieso nog even een extra speentje hebben. Voor elke keer uit te koken. En ik dacht, dan neem ik gewoon zo'n kleintje mee. Ik heb gewoon een extra fles. Wel zo handig. Nu ik zeker weet dat ze lekker gaat op Difrax. Oké, plannen zijn gewijzigd. Ik meen wel echt met een baby. Wijzigen mijn plannings iedere seconde. Ik denk dat dat ook wel echt het meeste is waar ik aan moet wennen. Wat ik ook het meest lastig vind. Omdat ik natuurlijk zelf echt iemand ben die altijd even snel alles deed. En hup en hup. Altijd best wel onrustig persoon. En even snel dat en even snel dat. Nou, dat kan je dus nu echt vergeten. Ik kwam al overal te laat. Nu spreek ik niet eens meer met mensen iets af. Want dat is gewoon, dat heeft gewoon geen zin. Ik denk dat ik 5 uur langer doe als normaal gesproken. Dus ik sta nu weer voor de deur. En ik ga nu, als het gestopt is met regenen. Want het regenen ging dus keihard regenen. Ik denk, ja, normaal gesproken ren je even de kruidvat in. Doe je even snel die dingen. Maar nu gaat dat niet even snel. Even snel kan je gewoon echt beter uit je woordenboek halen. Want het gaat gewoon niet. Dus Jeff is nu ook net thuis.
Dus dan doe ik het straks even alleen. Ja, dat vind ik echt lastig. Dat dat gewoon niet even snel kan. Dus, nou ja, dat is eigenlijk ja, het enige waar ik echt wel het meest aan moet wennen op het moment. Even snel langs opa, even snel boodschappen doen, even snel dit, even snel dat. No, no, no. Dat kan je vergeten.nl. Ik heb het in vakkel. Bij vastzittende dingetjes. Ik heb ook echt trek als de malle. Niet normaal. En ik heb serieus, want Jeff was dus nog niet thuis. Heb ik serieus mijn moeder, die is net terug. Die heb ik in mijn auto laten zitten bij die kleine. Zodat ik even snel eruit kon. En mijn moeder is terug uit Spanje. Die heeft weer allemaal hele leuke dingetjes meegenomen. Voor Julie. Ik ben benieuwd. Spanje met babykleding is echt geweldig. Geloof me. Nou, mijn Egyptenaartje is gearriveerd. Oh, kijk het, en mijn mompie zit lekker bij de. Oh, toch niet lekker. En wij zitten lekker aan een champagne. Die hebben we gehad van mijn trouwe volger. Zo lief. Twee flesjes. Eentje is al leeg. Dan weet je het wel, hè? Je kent het wel, hè? Je kent het wel. Je kent het wel. Jules, als jij je maar gedraagt later, dan is het allemaal goed. Ga met tante mee op stap. No. That is not a good idea. Dan gaat het helemaal fout. Oké, even tussendoor mensen. Ik heb een pakketje binnengekregen van Easy Toys NL. De website mijnbaby123.nl. En ik ga jullie even laten zien wat ik hier heb gekregen. Dit heeft allemaal met eten te maken voor kindjes die op een gegeven moment zelf kunnen gaan eten. Een soort van zelf kunnen gaan eten, niet helemaal. En daarom maakt dit het zo makkelijk. Want anders zit alles onder en weet ik het allemaal. Want dit zijn namelijk van die eetdingetjes, bordjes, die aan de eetstoel op tafel zelf vast blijven zitten. Zodat je kindje dus niet alles om kan gooien en om kan smijten. En wij hebben hier een paarse. Kijk, dit ziet er zo uit. Dit is dus een bordje natuurlijk. Kan ook een dekseltje op. En die druk je zo. Kijk, die druk je zo. Kijk, dan zuigt die vacuüm door die dingen. En ik laat het nu even zien op mijn tafel, want ik heb nog geen eetstof voor die kleine. En kijk, dit is een roze, maar dan met ook vakjes erbij. Kijk hoe leuk. Die is hetzelfde, alleen in het roze. En er zit ook zo'n opberghoes bij, zo kan je het opbergen. Je kan het gewoon in de vaatwasser doen. Alles. Zo, en hier hebben we de Unicorn Collection. Unicorn. Even kijken wat hierin zit. Ik vind het wel echt top, want ik hou natuurlijk sowieso van geen troep en zo. Ik zou helemaal gek worden als mijn baby alles heen en weer smijt met eten. Hoe leuk zijn deze kleurtjes? Kijk, deze, dat is dus ook weer zo'n matje, bordje, weer met een smiley. En dan zit zo'n bol erbij met een lepeltje. En nog twee lepeltjes erbij extra. Hoe leuk zijn die kleurtjes? Echt super schattig. Ze hebben ook in Engeland meerdere Mama Awards gewonnen van deze producten. Dus ja, het is echt een chill iets. Ik zou zeggen, check nog even de beschrijving onder deze video. Ik zet even de website erbij. En ze hebben nog veel meer andere handige en leuke dingetjes. Dus neem even een kijkje. Alleen ik moet nog even wachten. Want mijn baby, die drinkt nog alleen de flesje. Plus, die kan ze nog niet eens zelf vasthouden. Dus het duurt nog even. Maar ik ga dit helemaal een leuk plekje geven. In het huisje. Oké, mensen. Mirjam en ik
lopen op Leidseplein. We gaan even dit wat eten. Zo? Ja, dit is echt voor mij gewoon een jaar geleden. We gaan even wat eten bij Kastel. Het is een beetje onverwachts gegaan. Jessa, gaan jullie lekker even wat eten? Ik blijf lekker met die kleine. Dus ik dacht, oké, ga ik dit doen? Ik voelde me toch een beetje een soort van schuldig of zo. Ik weet niet. Ik weet niet. Maar ja, we gaan gewoon even wat eten en daarna ga ik gewoon weer lekker naar huis. Maar ja, het is gewoon dan zeg maar wel even. Want we dachten ook eerst, oké, we gaan gewoon met Jeff die kleine eten. Maar ja, toen had ik met Jeff erover. Het is toch dan wel even. Nu kunnen we gewoon even snel, rustig wat eten. Kunnen wij stappen samen? Ja. Ja, dat ook. Nee, maar dus dat. Dus we gaan even lekker met z'n tweetjes wat eten. En ik heb heel erg zin in meat. Dus ik ook. We gaan lekker. Wat voor stuk vlees heb jij zin meer? Jij denkt aan andere dingen. Nee, hè? Dat is over. Oh nee, jij mag nog. Jij mag nog. Ik niet. Ik kom jou tegen op Koningsdag. Lekker pik. Ik ging maar shotten met z'n tweeën. Ze zit weer te lullen. Jij zit op een merk. We zijn er. Kijk nou wat we hebben. Wat heb je besteld, Mirjam? Maar stel, dit is niet lekker. Lekker man. Het is ook inderdaad. Goedemiddag, welkom bij een nieuwe dag. We zijn inmiddels bij opa gearriveerd. Die ligt te slapen. Ik ben met die kleine. Kijk, ik word met het uurhandige jongens. Die kleine diefstraksfles die blijft nu ook veel beter liggen. En ze wilde precies een fles toen ik net van plan was om naar mijn opa toe te gaan. Dus ik dacht, dat gaan we even anders doen. Ideaal dit, scheelt tijd jongens, echt. Top. En ik hou het allemaal in de gaten, maar ik vind dit echt een uitvinding van de eeuw. Kijk, en nu neem ik ook alleen die kinderwagen met die Cybex mee. En dan heb ik dat Domo kussen mee in dat ding. En dan kan ze hier lekker straks chillen. Want we gaan lekker even de hele avond bij opie zitten, bij je overgroot opie. Dit hebben ze nu serieus bij de Jumbo, een chocolate dream. Halleluja. Ik heb er niks besteld. Mijn moppie ligt weer zo lekker te slapen. Oh. Weet je wat wel echt bizar is? Daar had ik toevallig eens in mijn Mirjam heel lang over. Gewoon. Wij zijn ook nog echt niet oud of zo, maar gisteren had ik het met Merde over wat ik allemaal heb meegemaakt met Mirjam en die meiden en zo. En hoe vaak je wel niet een keer hebt gelogen tegen je ouders en dat je het niet zei. En dat je gewoon ja, dingen hebt gedaan gewoon. Dat je denkt, oh mijn god, dat gaat mijn dochter waarschijnlijk ook allemaal meemaken. En misschien wel niet tegen mij vertellen en weet ik veel wat. Nou, ik ga echt zorgen dat ik zo'n moeder word. Dat ze gewoon denkt, tegen mijn moeder zeg ik alles. Want dat kan gewoon. Maar dat is zo, echt zo raar, mensen. Ik praat trouwens een beetje zacht, want mijn opa slaapt. Maar dat is zo raar dat je... Dat, ja, ik heb nog steeds soms gewoon geen besef. Gewoon mijn dochter, die gaat straks gewoon... Die krijgt straks ook gewoon vriendjes, gaat naar school, vriendinnetjes, gaat dingen ontdekken. Oh, mijn god. Het blijft gewoon echt zoiets moois, apart. Ik weet niet. Het is echt af en toe nog steeds een soort van droom of zo. Hé, moppie, ga je wakker worden hè, nu? Hoe? Hallo? Ja, ze draait zo. Kijk, dit doet, dit. Ik vind het zo lekker als ze wakker wordt. Dan is ze zo schattig. Dat uitrekken en die geluidjes. I can't. Serieus. Mijn dotte frot. Kijk, je hebt opa je voor het eerst vast. Oh, wat schattig. Mooi, opie. Mijn gossie. Ja,
Ze zit wel lekker bij je. Oké, ik heb net even Jules naar het badje gedaan. Jef zit nu de fles te geven. En ik heb weer allemaal dingetjes van mijn moeder gekregen uit Spanje. Al die chille pyjamaatjes weer. Maar dan even een maatje groter en ook andere kleurtjes, die rompertjes. Het is allemaal zo chill uit Spanje, jongens. Maar ik had ook op mijn Instagram nu, omdat ik best wel veel vragen over kreeg. Je hebt ook site Next Direct of zo. Daar kan je ook al die chille pyjamaatjes vinden. Ik zweer erbij. Ik ga nu even dit allemaal opruimen. Echt, jongen. Als je thuis komt, je bent weg geweest. Alles. Ik moet trouwens echt die babykamer gewoon weer helemaal gaan oriënteren als je hier moet gaan slapen. Want ik zet nu steeds alles hier gewoon neer. Dus dat. Oké, ik ga dat even doen. Dan ga ik slapen. Jullie zien me morgen. Tot ziens. Ja. Plus, als ik even langs de Bruchette ben geweest. Altijd ook weer allemaal cadeautjes van lieve klanten die bij ons komen eten. Super lief. Goedemorgen mensen. Ik dacht, laat ik maar eens voor het eerst een keer een spijkerbroek aandoen. Nou, zoals jullie zien gaat hij niet dicht. Ook niet een beetje. Gewoon helemaal niet. Dus dit is echt top. Bouchy is zo aan het haasten weer. Kijk, ik heb nu deze broek aan. Daar pas ik nog in. Nou, echt unbelievable. En kijk eens hoe knap mijn dotje is. En dit, jongens, dit is alles. Uit Spanje ook. Nenuco. De lekkerste spulletjes. Voor lekker in haar haar te doen. Of op haar lichaampje ruikt. Geweldig. Naar, hoe heet het ook alweer? Eau de Cologne. Kijk hoe schattig pakjes aan heeft. Ze is zo knap, mijn kind. En lief. En I love you so much. Ga eerst even je haar doen. Dan ga ik je laten zien. Ja, ik weet het, schatje. Een flesje. Kijk eens hoe leuk dit pakje is. Ja, sorry liefje. 1 seconde. Kijk hoe leuk van Richard en Nicole gehad. Oké, we gaan een flesje geven, schatje. Kijk, het staat al klaar. Ja, we zijn inmiddels bij Fun Zone. Het heet trouwens nu Fun Zone. Aventura of zo en als meer. Dat is onze nieuwe afspreekplek tegenwoordig. We zijn met Kels en de kiddo's. En ik ben mijn babytje even aan het laten boeren. Dus dit is de nieuwe lunchroom. Hé, schatje, wat wil je eten? Dit is je nieuwe. Wat? Nee, dat kan niet, debiel. Ze is veel te jong. Mijn arme kind. Ze hebben wel al gewoon chillen in die dingen. Hi, poepie. Hi, schatje. Kunt ze thuis ook doen? Ah, dit zit vast. Klimmen. En dan moet je daar heen, hè, Bo? Ja, ja. Eens, andere kant. Kom maar, hierheen, hè. Ja, kom maar. Zitten. Kom. Ik heb zweven. Boom, 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 boom. Oké, ik ben met mijn vriendin in de Jumbo. Ze gaat natuurlijk weer voor ons koken. Een bloempot schoten, dus ik ben weer even aan het opletten, want dit is heel makkelijk. Dus dan weet ik precies hoe ik dit zelf thuis moet maken. Zeg makkelijker kan niet, Bo. Of ik het ooit ga doen is nog de vraag, maar we zijn weer aan het meekijken. Mag ik de zee kijken? Wil je naar de PC? Ik wil naar de PC kijken. Bang, 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 bang. Multitasking. Wat is multitasking? Twee dingen tegelijk. Wij, melk. Ja, mijn moppie. Kijk eens. Wat zijn we nou allemaal aan het doen, hè? Zit je te kijken? We zijn helemaal gek, papi en mami. Ik had hier één gezet. Ik kom dat gelijk even goed. Ik kan twerken, hoor.
Goedemorgen, lieve mensen. Welkom bij een nieuwe dag. Oké. Mijn vriendin heeft ineens heel erg behoefte aan een speen. En zoals jullie weten wilde ik hem het liefst niet geven. Het liefst zo min mogelijk. Nou, vannacht was het geen doen meer. Dus ik had een beetje... Ze heeft wel goed geslapen, maar ze kwam gewoon moeilijk in slaap. Ik moest een paar keer die speen pakken. Heel irritant, die speen. Want dat vind ik dus ook zo'n nadeel. Dan valt die uit en dan moet je hem pakken, anders gaat ze gillen. Nou, dus vannacht was het even een dingetje voordat ze in slaap kwam. Toen ze eenmaal sliep, toen kwam ze om 5:30 pas. Dus dat is op zich wel prima. Wat wilde ik zeggen? Weet ik niet meer. Ja, dus dat eigenlijk. Ik ben nu aan mijn small yoghurt begonnen. Het ziet er nu niet meer zo mooi uit, maar het zag er heel mooi uit. En ik heb helemaal mijn tatiekjes ochtends, apparaat schoonmaken, flesjes maken, speentjes in de kook, pam 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 pam. Ik ben tegenwoordig ook om 9:00 helemaal aangekleed en gedrest. Ik vind het top. Ik ben ook helemaal niet moe. Die nachten gaan me goed af. Dat was echt iets waar ik echt zenuwachtig voor zou zijn. Omdat ik altijd zo lui ben en echt mijn slaap nodig heb. Nou, het gaat echt fantastisch daarmee. Ik ga zo even lekker mijn huisje schoonmaken. Ik heb een was staan, dat is niet normaal. En ik wilde iets zeggen, maar ik ben het vergeten. Ik weet niet meer, man. I don't know. Oh ja, ik ga weer collageen slikken. En ik weeg nu 71. En ik wil weer naar de 63. Dat is wat ik altijd woog. Maar rustig aan, ik weet het. Ik ben net 3 weken verder. Ik heb alle tijd nog. En het heeft geen haast. Maar ik wil wel gewoon weer naar mijn gewicht toe. Want dan kan ik weer een spijkerbroek aan. Zou wel leuk zijn. Maar goed. Ik ga zo. Ik ben echt zo. Ik moet gewoon lachen om mijn eigen kind. Ik zit zo van het te genieten, echt. En ik krijg vandaag 2 keer bezoek. Dus dat allemaal. Ik weet nog steeds niet wat ik tegen jullie wilde zeggen. Ik ben het kwijt. Ik weet het weer. Ik ga ook weer al haar kleding even sorteren. Want ik ben nu al de weg kwijt. Ik heb nu al allemaal dingen liggen die ze waarschijnlijk niet even aan kan. En ik vind het gewoon zonde dat ik niet weet wat ik allemaal heb liggen. Dus ik moet het even weer in mijn hoofdje hebben. Echt, het is bizar. Hoeveel dingen ze al heeft. En dat je nu al echt 3 lievelingsdingen hebt die je liefst gewoon elke dag bij haar aandoet. En voor de rest hangt alles daar om het hangen. Maar dat vind ik dus echt doodzonde. Dus ik wil nu wel even gaan kijken. En we even alles mooi neerleggen. Dat. Goh. Ik mag mijn eigen kast ook wel weer eens gaan uitruimen. Ik heb even een shirt gewisseld trouwens. Ik heb hier nog 2 zakken staan. Ik word helemaal niet goed. Ik heb geen hangers meer over. Ik blijf maar dingen bijkopen. Maar ik blijf dingen ook weer niet dragen. Soms denk ik echt, Bochi, ga eens je kleding dragen. Het is echt vreselijk. Ik draag niks van wat er in mijn kast hangt. Alleen 2 joggingspakken. Dat haat ik van mezelf, echt. Ik heb gewoon nu van shirt gewisseld omdat ik dan zie dat ik dat shirt heb. En anders heb ik gewoon weer een wit shirt aan van mijn vriend. Goed, issues. Kijk dan. Echt, alles is nu al 1 zootje. Nou, dit valt nog mee, maar echt, ik weet het allemaal niet meer. Ik zie het al niet meer. Hier doe ik steeds maar alles neerleggen. Maar ik heb dus geen idee wat haar maten en zo, wat ze nu alweer aan kan. Kijk, want dit is ook weer super schattig voor in de zomer nu. Maar het is volgens mij nog veel te groot. Ja, 3 maanden.
Nou, ik ga nu even iets voor haar uitkiezen wat ze aan gaat doen vandaag. Oké, we hebben even changing van outfit. Ik weet niet. Ik heb altijd een beetje dat ik die gebreid pakjes dingen niet echt heel bijzonder vind. Ik ben meer van de standaard. Dus ik heb even wat anders bij haar aangedaan. Ik ga het jullie even laten zien. Kijk, we hebben even iets stoerder vrouwtje van jou gemaakt, schatje. Het is nog wel een beetje tuttig. Maar wel even iets beter. Even laten zien. Zo. Wel nog hetzelfde broekje, maar dan lekker gewoon zo'n wit dingetje erin. Ja, dit vind ik even wat leuker dan het gebreide toppie. Denk ik? Ja. Want je gaat op date, schat. We gaan met Desiree wat eten. En Desiree heeft Frankie natuurlijk. Dat wordt jouw toekomstige vriendje. Dus we gaan op babydate. Echt leuk. Ik ben echt benieuwd. Dat is echt wel heel schattig. Twee baby's bij elkaar. We gaan lekker even bij de Italiaan eten. Mijn vriendin en ik zijn ready to have some dinner. With the baby. With baby Frankie. Nou, dat mutsie, dat vindt ze niks. Ik ga eens eten met mijn vriendin. Ze gaat op date met een vriendje. Ik heb je toch een beetje tutterie gemaakt. Je hebt honger, hè? We gaan even een flesje maken, schatje. Kijk dan nou, mijn troemeloenie. Mijn snoetrifroenie. Ik ben nu trouwens met dit begonnen. Want ik had echt het gevoel dat ze gisteravond het hele krampjes had. Dus dat doe ik voor de voeding een paar druppels onder de tong. Oké, we hebben inmiddels een private dinner hier al. Dus jullie kunnen gaan houden. Frank, ga maar los. Frankie is lekker wakker. Kijk, die is al wat groter. Die knappe kind. Ik heb gezegd dat ze dit wordt hun date. Dit is de baby date. En mijn kind ligt te pitten. Dus dat is top. Oh. Frankie en Julie. Ik zei als ik toevallig een tweede kind wil, wil ik mijn zoontje Frankie heten. Awake. Date. Mijn moppie lekker weer in bad. Lekker, gaan we lekker slapen. Ik ga ook deze vlog afsluiten, mensen. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Wij gaan lekker pitten. En ik zie jullie van de week weer met een nieuwe video. Doei, slaap lekker. Doei.